City. Hé, hey, waar zijn mijn kleren? In de koffer. In de koffer? Godverdomme, zijn jij nu helemaal? Van Wil. 6,35. Zat er niks kleiner of wat? Ik had verdomme een 9 mm gevraagd. Zeg, is nu goed? Jij moet mij tezamen al 100.000 frank. En als ik er niet was geweest, dan had je niks, hè? Niks, hè? Ik had er even goed je handtekening kunnen opzetten. Kloot. Staan onder bewaking en die Ford Escort is geseind. Bon. Wat doen we? Hier met een voorstel? Even wachten, hè. Die is gewoon sigaretten gaan halen. Hoe lang moest hij nog zitten? Wacht, hè. 2 keer 5 jaar voor gewapende overval en een levenslang voor roofmoord op die fabrikant in Jette in 85. Ja, het is minstens nog 1 jaar of 10. We zullen ze gaan horen in de gevangenis. Sir John, die vluchtwagen, hè? Het was de brigade van Vilvoorde en een schipper heeft vannacht 2 mannen een auto in het kanaal zien duwen. En het was een zilverkleurige escort. Hier, jongens. Nee. En er is nog, hè? Ja. Willy, Willy, kijk eens. Gaten in tak van sigaretten. Die twee die dat altijd doet, dat autodiefje, weet hij ook al. Zeg het mij. Wacht, hè. De muiter. Nee, nee, die spuit er altijd een brandblusapparaat in. Nee. Wacht, hè. Klaas is dan? Nee, nee, die ligt altijd in de stront op de voorste zee. Wat alleen. Somville Arnold, voilà. Hij heeft maar 1 keer bezoek gekregen op 24 december, zijn moeder. En zijn telefoon staat buiten.
4 keer sinds 13 april. Zijn dat de nummers? Ja. Daar zult je niet ver mee komen. Die mogen ze tegenwoordig zelf opschrijven. Oh, 4 keer hetzelfde nummer? Ja, Bond zonder naam. Die mannen zijn ook niet zot, hè. En met wie had hij het meest contact? Dat zou ik aan de cipier van zijn gang moeten vragen. Doe dat dan maar eerst. Ja, Sylvain. Dijkmans, Rubenstraat 43. Hij zat op dezelfde cel als Somville en is 3 weken geleden vrijgelaten. Ja, ga eens kijken, ja. Sigaretten? In tak? Ja, dan is hij het zeker. Boys. Xavier Dijkmans. Ja, dat moeten weten. Ik heb zijn adres. Ik had het moeten weten. Pak de meisjes. Er is nog iemand die een verklaring wil afleggen. Over die ontsnapping? Ja, iemand van cel 36. Vanuit Dirk. Oké, breng hem naar de spreekkamer. Kameraad van Sophie? Vanuit? Bij lange niet. Die zijn ouders hebben dus een van de chicste boutiques aan d'Avenue Louise. Vanuit? Toch niet van Couture Bouffie? Ja. Voor drugs of zo? Ja, coke. Hij geeft zo'n drugsparty en er is er een die ze gewoon kapot snuift. Overdosis. Hoe lang moet je nog zitten? Zeker niet zo lang als ik. Ik denk dat ik een stommiteit heb gedaan. Ik moet misschien wel niets hebben van mijn vader. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik hem dood wil. Dood? Somville wist dat ik dikwijls bloed zat. En dan kreeg ik af en toe een pak sigaretten. Enfin. Ik heb mijn mond voorbij gepraat vorige week. Ik was pisnijdig op mijn vader, hè. Wat heb je hem verteld? Ik heb gezegd dat ik zelfs geen 120 frank kreeg voor een pak sigaretten, terwijl hij thuis voor 3 miljoen obligaties in de kluis zitten heeft. Dat heb je zo gezegd. Letterlijk. Geloofde uw pa niet aan banken misschien? Dat is 3 miljoen voor onze pa. Niks toch, hè? En hebt u die obligaties gezien? Ja. Wat stond erop? Het waren Canadezen. Province de Quebec. Het schijnt dat die veel opbrengen. Ja, ik kon toch niet weten dat die Somville ging ontsnappen. Het heeft alles voor 2000 frank een moord gepleegd. Dat is een psycho, hè? Heeft u nog meer gevraagd? Over alarmsystemen of zo? Nee. Maar ik heb schrik. Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Kunt je mijn ouders niet bewaken of zo? Heeft hij bedreiging uitgesproken? Nee. Ja, dan... Moet toch kunnen. Hè? Dat moet toch kunnen. Dus, Xavier Dijkmans past niet op zijn adres? Nee, hij is er sinds zijn vrijlating niet meer geweest. Zit uw informanten uit het milieu maar aan het werken? We hebben niemand op het oog die meer kan weten. Oscar Willems. Ik zal een afspraak maken. John, wat betreft die boutique op de Louise-Laan, die wordt niet bewaakt. Dat is onbegonnen werk. Ik heb het aan de politie gevraagd, die wil ook niks doen. Niet zolang wij niet meer informatie hebben. Gaan die mensen toch verwittigen? Waarvan? Als we alles moeten geloven wat in de gevangenis onder elkaar verteld wordt? Dan kunnen ze toch tenminste op de hoogte brengen? Tuurlijk. Dan vragen zij bewaking aan en jij gaat voor de deur staan, zeker? En neemt u de verantwoordelijkheid als er iets gebeurt? Rustig, Leemans, rustig. Ik heb geen personeel. Enfin, zeg. Dat ligt voor 3 miljoen en die Somville die wij dat. Wij zijn toch godverdomme toch om die mensen te beschermen, zeker? Je bent er klant, zeker? Bon, als je absoluut wil, maar je belooft niks. Ja? Zeg, serieus? Koop jij je kleren daar? Af en toe, ja. Amai.
Die koopt zijn kleren bij Bouvy. Oh, alles is hier, kom bij Bouvy, hè. Voor mijn prij is er de bon marché. Oui, Mino. Mino, le prêt à porter. Oui. Oui, une nuit. Je pars ce soir. Je pourrais savoir le numéro du vol, s'il vous plaît. 2354? Ok, très bien. Oui, American Express, comme d'habitude. Weten ze hier dat je bij de Rijkswacht bent? Nee, die gaan er serieus aan staan kijken, denk ik. Meneer Leemans? Dit is mevrouw Tomasetti. Aangenaam. Aangenaam. Ik vrees dat uw bestelling nog niet is afgewerkt. Dat zal pas voor vrijdag zijn. Het is niet erg, wij komen voor een persoonlijke kwestie. Ik had graag even gesproken met meneer Van Hout. Monsieur Leemans, quel plaisir. Comment allez-vous? Ça va bien, monsieur Van Hout, merci. Mon collègue, Matti Tomasetti. Enchanté. Enchanté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous me surprenez. Que se passe-t-il? Monsieur Leemans fait partie de la gendarmerie. Meneer Leemans? BOB Brussel, mevrouw. Dit is mijn collega, mevrouw Tomasetti. Aangenaam. Aangenaam. Is er iets met Dirk? Ton fils nous a expédié un truand pour le coffre. Dirk? Ton Dirk, oui. Ik denk dat uw man het verkeerd begrijpt. Dirk vertelde dat er iemand op de hoogte is van het kapitaal dat u hier in huis hebt. We hebben geen kapitaal in huis. Ja. Hij sprak over een paar miljoen obligaties van de province de Québec die u hier in huis zou hebben. Alsjeblieft, ga zitten. Aan wie zou Dirk dat gezegd hebben? Un assassin en cavale. Un type pareil, raconte. Het lijkt me verstandig dat u deze foto's eens goed bekijkt en als u een van deze twee personen opmerkt, dat u ons onmiddellijk verwittigt. Je suppose que vous allez tout de même exercer une surveillance. Monsieur Van Hout, je crains que ça ne soit pas possible. Kan toch niet? Zolang er geen sprake is van bedreiging, kunnen wij niks doen. Mais non, mais ça va, j'ai compris. Un indépendant, c'est tout juste bon à payer ses impôts. Pour le reste, il peut crever. C'est ça? Monsieur Van Hout, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Lehmann, je vais vous dire une bonne chose. Vous m'avez offert 120 millions pour cette boutique. Si j'avais accepté, je serais depuis très très longtemps au soleil. Et ce seraient des Hollandais qui fabriqueraient des petits pulls minables venus de Thaïlande, ici. Mais ça va, je m'en chargerai moi-même. On ne peut pas en dire autant de vous. Ja, ik denk dat u die obligaties toch best naar de bank laat brengen. Ja, dat zal ik wel doen. Le procureur de Smet est un de nos meilleurs clients. Et je doute que sur cette affaire, il ait la même opinion que vous. Je suis à l'hôtel Il Conte. Au revoir. Dank u. Mag ik nog even rondkijken? Sympathieke vrienden heb jij. Vrienden. Ik koop er af en toe eens iets, dat is alles. Dat heb ik gezien. 34.000 frank voor een vest. Goh. Ik moet voorlopig ook naar niemand zien, hè. Voorlopig niet meer. Schaak en mat. Revanche gebaks. Volgende keer misschien. Bon. Ik heb één naam van iemand die meegeholpen heeft aan die ontsnapping. Het is een autodiefje. Ja, Xavier Dijkmans, ja, dat weten we al. En zondag heeft hij een kaliber 6,35 gekocht. Voor 8.000 frank. Van wie? Zit hij nog altijd bij Somville? Dat is mogelijk. Maar... wat heb je ervoor over? Zullen we wel zien als we daar geweest zijn. Te
20.000. Geen frank minder. Maar komt er nog iets van? De Rubenstraat in Schaarbeek. Nummer 68. Het appartement op het gelijkvloers. Zijn ze nog binnen? Dijkmans wel, zoveel dat weten we niet zeker. Kunnen ze weg langs achter? Oh, het is een gesloten blok met achtertuintjes, hè? Maar dat heb ik van de eigenaar gekregen. Oh, probeer langs de tuintjes. Oké. Okay. Klein kaliber, 6.35. Verwittigd parket. Martens, wacht eens. Hier. 3DT-fouten op één blad, dat kan niet meer. Hè? Maar dat ziet toch niemand, kapitein? Ik zie dat. En gebruik je mijn Tippex deze keer. Hey, jongens, nog iemand honger en dorst? We gaan hier over naar een Italiaan. Ja, voor mij de spaghetti, John. Jullie, ik drink nooit thee, jij drinkt altijd thee. Thee, jamais, John. Jamais. Heb jij een beetje Tippex voor mij? Nee. Ja, goedenavond, mevrouw Van Oud. Met Thibault Leemans. Een ogenblikje. Tippex? Wat is het? Heb je Tippex? Tippex, dat is middeleeuws, jongen. Excuseert u mij, ik wilde alleen maar informeren of alles in orde was bij u en of u de kluis al heeft leeggehaald. Gisteren. Gisteren heb ik alles naar de bank gebracht. En de dagontvangsten zitten in de nachtkluis, hier om de hoek. Ja, spijt mij ook dat u niet meer kunt doen. Dag meneer Leemans, goedenavond. Tu sors encore ce soir? Pourquoi pas? C'était la gendarmerie. Les Mans? Ils ont déjà attrapé ce type? Non, il demandait si on n'avait pas oublié l'alarme. Il voulait savoir si on avait vidé le coffre. C'est ici qu'il devrait se trouver, devant la porte. Où sont mes souliers? Dans ta valise. Oh, jij gaat precies niet naar de Italiaan. Nee, ik heb een beter adres, de Amadeus. Ik zou maar niet overdrijven, mijn Nadia. Je gaat daar een man nog tegen krijgen. Het is allemaal uw schuld. Oh ja? Ja, jij hebt gezegd dat mijn tippen is. Mooi hemdje. Buffy. Ferme la porte. Oh!
Excuus. Het spijt me. Wij moeten dringend naar Van Hout. Van Hout? Probeer je al een uur te bereiken. Jij hebt je een pieper afgezet, zeker? Wat is er dan gebeurd? Van Hout is vermoord. Het is niet mogelijk. Ja. Ja. Sorry, dan jij. Goed weg. Ik bel nog wel, oké? En wat hebt u gedaan? Niets. Het spijt me heel erg, mevrouw. We hadden uitdrukkelijk bescherming gevraagd. Uitdrukkelijk! .35. Dat is hij geweest, hè? Oh ja? Zeker weten. Was er iemand op de hoogte dat uw echtgenoot vanavond nog langs de garage buiten zou gaan? Wie zou dat kunnen weten? Mevrouw Van Hout. We zullen toch eens in detail moeten doornemen wat er precies gebeurd is. Kwamen ze samen uit de lift? Ja. En hij moest direct de kluis hebben? Kun je toch wel denken. En uw echtgenoot heeft soppen gemaakt? Ja, tuurlijk. Hij had een pistool. Maar de kluis was leeg. Ja. Ik had nooit naar u mogen luisteren. Als de papieren daar nog hadden gelegen, had hij nog geleefd. Maar uw man is toch niet zomaar neergeschoten? Was hij in paniek of zo? Arthur, dan kent u hem niet. Hij liet zien dat er niets was. Dan begon hij te lachen. Vertelde dat u zijn foto had. En dan... Dan heeft hij geprobeerd een pistool af te pakken. Alles is hier nog. Allee, dat denk ik toch. Is het onderzoek, zeg je er al? Ja, die is hier al even. En hij zit trouwens op tweede. Hè? Meneer de procureur, is op tweede. Ik ken hier de weg. Is hier ook al klant af. Goedenavond. John, ik denk dat er een vlieg aan de lamp gaat zitten. Ja, de procureur is er. Dat is werkelijk een toppunt, hè. U wist dat er iets ging gebeuren. En u hebt geen maatregelen getroffen. Noemt u dat verantwoordelijkheid nemen? Meneer de procureur... Ja, hier had bewaking moeten zijn. We hebben twee keer verwittigd. Ja, geen goedkope uitvluchten, kapitein. Ik spreek hierover met de onderzoeksrechter. En als u geluk hebt, zal u misschien het onderzoek mogen verderzetten. Is dat duidelijk? Wat zijn de plannen voor morgen vroeg? Zullen die zoon in de gevangenis eerst nog op de hoogte moeten staan, kapitein? Och, ja. Die zal ook niet lachen. Ja, Reggie en Willy doen een buurtonderzoek. Misschien vinden ze wel getuigen. En Matty en Thibault nemen het personeel, dus... Ja, dat Reggie zijn informant opzoekt en zoveel mogelijk informatie eruit haalt. Je weet wat er op spel staat. Zeg, hij zit hier in de puree, hè? Ja, hij wil dat je druk opzet bij uw informant. Ja, nee, kom, nee, geen sprake van. Als we hem forceren, dan zegt hij niks meer. Ja, dan doe het dan op uw manier, hè. Niet te geloven.
Dat is dan de Rijkswacht. Neemt je mij niet heel serieus, misschien omdat ik vastzit? En mijn moeder? Want als Somviel terugkomt, hoe gaat je mijn moeder beschermen? Zij bedankt. Salut. Je suis prêt. Hij heeft gelijk, hè? Maar wat doen we nu om zijn moeder te beschermen? Waarom zou Somviel nog terugkomen? En waarom heeft hij haar eigenlijk laten leven? Hè? Wie spreekt er hier van afschepen? Ik stop er hiermee. En dat is uw afscheidspremie? Een onnozele 3 maanden salaris. Het is te nemen of te laten. En u vindt dat redelijk? Ja. U hoort nog van mij. Hé, hey, hoe heet de meisje nu weer? Ik weet het niet meer. Waterschot. Goedemorgen, mevrouw Verhout. Goedemorgen. Excuseer dat wij u nog eens komen storen. Is er iets met mevrouw Waterschot? Ik heb haar ontslagen. Ik heb iedereen ontslagen. Ik heb de moed niet meer. U gaat de zaak toch niet verkopen? Aan die Hollandse winkelketen. Was juffrouw Waterschot op de hoogte dat uw echtgenoot gisteravond nog weg zou gaan? Langs de garage bedoel ik. Oh, u denkt toch niet dat Simon hier iets mee te maken heeft? Gewoon een routinevraag, mevrouw. Simon? Kan ik mij niet voorstellen. Mevrouw Van Hout, het klopt toch dat u helemaal niet bedreigd bent gisteravond? Dat hebt u verklaard. Op geen enkel moment. Enig idee waarom niet? Is 1 dode niet genoeg? Wij zouden graag eens met uw personeel praten. Ik ken de moordenaar. Waarom zoekt u hem niet? Mag ik alle namen en adressen van uw personeelsleden? Alsjeblieft. €120 miljoen steekt hij me dan vanuit in haar zak. Wat wilt je? 3 verdiepingen plus een boutique aan de Louise Laan. Is dat normaal? Ja. Natuurlijk stond zijn auto in de garage. Hij kwam net van de beurs in Milaan terug. Wist u dat hij s'avonds nog weg zou gaan? Hoe zou ik dat nu kunnen weten? Heeft u in de loop van de dag niets verdachts opgemerkt? Klanten, voorbijgangers. En deze man heeft u nooit gezien? Nee. Is deze woning uw eigendom? Ja. Hoeveel verdiende u eigenlijk per maand? Dat hing van mijn commissies af, rond de 90.000, soms meer. Kwam u goed overeen met mevrouw Van Hout? Nee. En met meneer? Juffrouw Waterschot, wij zijn bezig met iedereen te ondervragen, dus als u iets had met meneer Van Hout, dan gaan wij dat heel vlug weten. Misschien vinden we hier wel iets. We kunnen ook huiszoeking doen. Nu? Is het een misdaad om een verhouding te hebben, mevrouw?
Heeft meneer Van Hout deze woning betaald? En uw BMW ook? Waar was u gisteravond om 9:15? Ik zal u eens iets zeggen. Ik heb altijd alles van Arthur gekregen wat ik wou. Alles. Hij was stapelzot van mij. En nu moet u mij eens 1 reden geven waarom ik ook maar 1 vinger naar hem zou uitsteken. Ja, Reggie? Hebben jullie Simon Waterschoot al verhoord? Ja, ja, daar zitten we nu. Heeft hij een BMW? Ja, een cabrio. Donkerblauw. Nummerplaat Bravo Echo Romeo 126. Ja, dat klopt. We hebben hier een getuige die haar gisteren heeft zien wachten in die BMW. Terwijl het zo'n veel binnen was, ja. Juffrouw Waterschoot, wilt u met ons meekomen, alstublieft? Is dat alles? Een Nooien Dijkmans. Dat is Demi Pri, hè? Ja, ik heb het in de gazette gelezen. Wat zijn de reacties? Er zijn er een paar die het ik schrik krijgen, natuurlijk, hè? Dus die willen wel praten. Niemand krijgt graag een kogel in zijn kop. Ze zien hem liever terug in de bak, natuurlijk. Zo zou dat ook kunnen zijn, ja. Dan ga jij het gemakkelijk hebben. Je belt me maar op als ik iets weet. Een half uur hebben er gestaan, juffrouwke. In uw dikke BMW, vlak voor de deur van de garage. Ik heb u gezegd dat ik niets gezien heb. En terwijl je daar zit, wordt uw aanhouder daarbinnen afgeknald. Dan moet u godverdomme eens uitleggen. Wat stond u daar te doen? Ik was op Arthur aan het wachten. Ach, we waren op Arthur aan het wachten? Oh, dan hadden we nog lang kunnen wachten. Daarom ben ik ook doorgereden. We hadden samen afgesproken. Op zijn begrafenis zeker. Simon, kent u Sonville of niet? Voor de 10e keer, nee. Je bent aan het zeveren, hè, meisje? Als je daar waard, hebben we hem toch zien binnengaan ook? Ik ken hem niet en ik heb hem nooit gezien. U was niet de eerste vriendin van meneer Van Hout. Er waren nog andere verkoopsters voor u. Ja, en die zijn allemaal ontslagen. Had hij een nieuwe vriendin? Heeft hij het uitgemaakt met u? Uitgemaakt? Trouwen wilde hij, ja. En een kind van mij. Hij wilde een kind van u? Maar dat was hij vergeten te zeggen aan zijn vrouw, zeker? Nee, die wist ervan. Waarom denkt u dat ze zo nijdig op mij is? Bent u zwanger? Nee. Als hij het uitmaakte, had u wel heel wat te verliezen. Een appartement, een BMW. Denkt u dat ik zo naïef ben? Die heb ik op mijn eigen naam laten zetten. Dat appartement en die auto is van mij. Wat kreeg je nog meer? Geld? Pas op, we gaan uw rekeningen nakijken. Hè. Een miljoen? Meer dan een miljoen? Waar haalde hij dat geld? Uit zijn eigen zak of uit de zaak? Dat heb ik nooit gevraagd. Wist zijn vrouw dat? Nee. Kapitein, is John daar? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om met mij te passeren, alstublieft? Ja, ogenblikje. John. Nou, Laert. John, wees daar voorzichtig mee, hè? De procureur is net de deur uit en ik sta fameus onder druk. Hij wil dat je alles zet op Sonville en dat je zijn kennissen met rust laat. Dus ik verwittig je, wat je ook doet, blijf voorzichtig, hè? Ze beginnen in de zenuwachtig te worden, hè, kapitein? Wat zegt hij? Geen financieel onderzoek. Tenminste, niet officieel. Maar we kunnen altijd informeel gaan horen bij zijn bank. Maar ja, babbeltje doen. Misschien kunnen we wat te weten komen, hè? Je
Je denkt echt dat die verkoopster ermee tussen kan zitten? Toch wat veel toeval, hè, kapitein? Vind ik ook. Bon, maar ik weet van niks. Op jullie eigen verantwoordelijkheid. Ik heb al problemen genoeg aan mijn hoofd. Je kan beschikken. Dave. Ah, van mening veranderd? Absoluut. Mijn vader deed het met iedereen. Met de verkoopsters. De mannequins. Met iedereen ging hij naar bed. Weet je wat ik kreeg toen ik 17 werd als cadeau? Hij ging bij mij naar Doren. Dat was mijn vader. Jij wist dat hij een verhouding had met Simon. Waarom heb je dat niet gezegd? Dan zou je mijn moeder daar ook mee lastigvallen. Die heeft het al moeilijk genoeg. Miljoenen heeft hij aan die giet weggesmeten. Miljoenen. Heeft uw moeder dat gezegd? Heeft ze ooit gezegd dat hij een kind was van Simon? Hij zeker. Het Gersonville, toen hij nog hier zat, ooit iets over Simon gezegd? Zouden ze elkaar kunnen kennen, denkt u? Hoe kan ik dat weten? Simon is aangenomen toen ik hier al vast zat. Als je zit, weet je niks. Ze komen hier van alles zeggen wat er buiten gebeurt. Je kunt daar niks aan doen. Niks. En dat speelt dan door je hoofd dag en nacht terwijl je tussen die muur zit. Hoe lang zit je nog vast? Een jaar als ik chance heb. Als we iets voor je kunnen doen, laat het dan weten. U moet niet verder aandringen. Ik geef geen inlichtingen over mijn cliënt. Is dat pand op de Louisa-laan zijn eigendom? Ja, dat mag u toch zeggen. Dat is iets anders, ja. Ja, dus als u de prijs daar per vierkante meter kent, dan... Meneer Torfs, de 27e hebben wij mevrouw Van Hout aangeraden om de inhoud van haar kluis naar de bank te brengen. Met onder andere obligaties van de province du Québec. Dat heeft ze gedaan, ja. Ik bedoel, ze is toen inderdaad hier geweest, dat klopt. Hebben zij hier meer dan één kluis? U weet dat wij verplicht zijn om bij een overlijden de kluis te verzegelen. Ja, dat weet ik. Het is daarmee dat ik het vraag. Heeft u mevrouw Van Hout een ander kluis gegeven? Daar wens ik niet op in te gaan. Dat is dan alles?
apenschoot. Mag ik die omslag van u? Obligaties, Province du Québec. Uitgifte 92, genummerd 410 tot 420. Dat is voor meer dan 1 miljoen. Dat zijn de papieren die eerst in uw kluis lagen. Waarom hebt u die aan Simon gegeven? Dat was haar afscheidspremie. Dat was zo afgesproken, ja. God, ja, 1 miljoentje meer of minder. Hè? En Sylvain? Waarom heeft ze dat gegeven? Wist gij iets over die madame van Hout? Mevrouw van Hout, wij weten dat Simone de maîtresse was van uw man. Mijn man had wel meer affaires. Maar deze keer was het wel serieus, want hij ging u verlaten. Dan kent u Arthur niet. Nooit. Als ik de van Hout zou willen chanteren, dan had ik dat al lang kunnen doen, meneer. Hoe denkt u dat iemand zo rijk kan worden? Met eerlijk te zijn toch niet zeker? Ik zal u eens een voorbeeldje geven. U kent die Oxfordhemden die meneer Leemans draagt? Ik begin dat spelletje van u en Simon behoorlijk beu te worden. Dat was haar afscheidspremie, vraag het haar zelf. U weet toch dat we u kunnen vasthouden? Hebt u al ooit eens een cel van binnen gezien? Handelt u altijd zo met mensen? Ik zou niet graag uw beroep doen. En ik zou niet graag in uw schoenen staan, mevrouw van Hout. Dus u blijft alle twee bij uw verklaringen? Ja. Die obligaties waren haar afscheidspremie. Dat was zo afgesproken. Dat is dan geregeld, zeker? Mag ik dan nu die papieren terug? Nee. Zolang we niet weten wat erachter zit. Fijn, dat recht hebt u niet. Die obligaties blijven hier tot de zaak is opgelost. We zullen er wel een bewijsje voor opstellen. Ga zitten. Ik zal u thuis brengen. Hier, onze chique type, dat betaalt 4000 frank voor een hemd dat er nog geen 500 waard is. En dan liegt dat mens nog dat ze zwart ziet. Oh, ze zijn hier allemaal aan het liegen, Thibaut. Troost, jongen. Zeg, kun je dat ook in een ander kleurtje krijgen? Weet je wat? Je mag het hebben. Ajo! Het lichaam van uw echtgenoot wordt vrijdag vrijgegeven en dit nummer kunt u bellen voor verdere regelingen. Dank u wel. Waarom zeg je eigenlijk de waarheid niet? Ik ga je niet met rust laten. Ik ga je alle dagen laten oproepen voor verdere ondervragingen. Ik meen het. Ik heb niets te zeggen. Ik heb u naar hier laten komen omdat mevrouw van Hout me verteld heeft met wat uw mensen bezig zijn. Ik heb u 2 keer gewaarschuwd, kapitein. We hebben u expliciet gezegd van bij de hoofdzaak te blijven. Alles op de dader te zetten. In het milieu te zoeken. Uw informanten aan te spreken en adressen te bewaken. Daar zijn we mee bezig. Ja? Met welk resultaat? We wachten op inlichtingen van de informant die ons ook dat onderduikadres bezorgd heeft. Dat is dan helaas te laat. Ik heb besloten dat de gerechtelijke politie de zaak van u overneemt. Meneer de procureur, ik protesteer. Meneer de rechter? Kapitein, laat uw mannen hun processen verbaal afwerken en zo vlug mogelijk naar hier brengen. Ik kan het ook niet helpen, sorry. Ja, mannen, daar... Er is niks aan te doen. Steek alle papier maar bij elkaar. Ik zal ze wel laten wegbrengen. Bon, ik... ben bij de kolonel. Als we van hem af willen, dan is het nu de moment. Hè. Als wij nu nog een duwtje geven, nou, wat levert ons dat op? Maar dat we van hem af zijn, hè, tja.
Ja, wie krijgen we dan in zijn plaats? Major waarschijnlijk. Iemand die zich hier met alles gaat bemoeien, kan het missen als de pesten, jongens. En daar hebben we met de kapitein eigenlijk weinig last van. Hm. Wat denkt je, John? Ja, als we nu zijn vel redden, staat hij bij ons in de schuld. Zou natuurlijk niet slecht zijn voor ons. De gerechtelijke zal wel al begonnen zijn. Ga zo vlug mogelijk naar uw informant. We moeten de gerechtelijke voor zijn. Kom. Ja. En Joes, kom. Te laat, kameraad. Hoe te laat? Ik dacht dat jij nieuws had over Somvi. Toen wist ik nog niet dat je eruit lag, hè. Nee, jij zit hier toch niet op de gerechtelijke te wachten. Sorry, jongens, je bent te laat. Zeg, ik... Kom, ik denk dat jij... Laat me gaan pissen. Ja, kom vooruit, jongen. Je weet de weg. Kom aan. Het is gesnoe, hè, mijn gezant. Sweet. Dit is al mijn mond. Zitten. Hé, Reggie, ze kennen mij hier, hè, jongen. Ja, wat is het? Werkte voor ons of werkte niet voor ons? Ja, als jullie mij niet meer kunnen betalen. Wie zegt dat? Ik moet ook leven, hè, Willy. Ja. Nee, het is goed. Ga maar naar de gerechtelijke. Maar dan ga ik hier en daar uw boeksken open doen. En ik ga u niet opvissen, hè, als ik in het kanaal ligt met een kogel door uw kop. Willy, Reggie. Een kopie van een obligatie, provincie Quebec, 92. Loopt Somvi daarmee rond of wat wil je daarmee zeggen? Komt dat uit de kluis van Van Hout? Heeft Somvi dat gekregen om die moord te plegen? Van waar komt dat? Dikke Herman op het Zuid heeft er een pak van overgekocht. Voor 2 miljoen. Komt Somvi daar nog terug? Kapot als je dat wapen niet weggooit. Je ziet toch dat je geen schijn van kans hebt? Ik doe het, hè? Benen op! Handen op de rug. Oké, kapitein. Het is opgelost. Ja. Als jij zegt dat ik dat gedaan heb, dan zal dat wel zo zijn, zeker? Heb ik iets gevraagd? We zullen het nog genoeg kunnen uitleggen als we daarover beginnen. Simon Waterschoot, Avenue de Vree, 250 Ukkel. Zegt u dat iets? Telefoon 646 1212. Heeft zij die obligaties gegeven?
om die moord te plegen? Ik weet niks van obligaties. Ja of nee? Hé! Hey. In de portefeuille van Sonville. Uw naam, uw adres en uw telefoonnummer. Hoe komt hij daaraan? Simon, je bent u er toch van bewust dat we u kunnen laten opsluiten in de gevangenis als medeplichtige? Dit gelooft u toch zelf niet? Hebt u betaald voor die moord? Maar ze wou mij toch ook vermoorden? Ik was toch de volgende? Omdat ik alles wist. Dikwijls heb ik niet gezegd. Ja, ik had een verhouding met Arthur en een echte verhouding. Als je weet wat dat betekent. Ik zag hem graag en hij zag mij graag. Dat wist zijn vrouw maar al te goed. Ze kon mijn bloed wel drinken. Zeker nadat hij haar verteld heeft dat hij wilde scheiden. En dat hij een kind wilde met mij. Dat zegt jij? Ja. Om later de zaak te kunnen verder zetten. Zeg het nu gewoon. Arthur. Arthur wou absoluut niet dat de zaak in handen kwam van zijn zoon. Mijn zoon is een krapul en een leugenaar, zei hij. En hij had gelijk ook. Met Dirk is niks aan te vangen. Wat is er die avond gebeurd? Ik zat op Arthur te wachten. We hadden afgesproken om te gaan eten chez Bruno als hij van Milaan terug was. Hij doet altijd eerst de poort open en dan stap ik over in zijn Mercedes. Ik zag dat er nog iemand had gewacht. En toen ging de lift open. Ik dacht, wat moet ik nu doen? En jij hebt eerst gezwegen. Ja, maar toen ze me heeft buitengegooid, heb ik het gezegd. Ze was bereid om direct 1 miljoen te betalen, voorlopig. Enfin, u hebt het gezien, ik heb het gekregen. Ze wil mij ook laten vermoorden, daar ben ik zeker van. Ze zou voor haar zoon alles doen. Als het voor haar zoon is, dan is ze tot alles in staat. Ik ben verantwoordelijk. Ik heb het gedaan. Nee, nee, mevrouw. Niet te vlug bekennen. Doet het fitter op. Ik zal er wel voor boeten. Zeker, ja zeker. Maar niet voor alles. Want er zijn een hoop dingen die niet kloppen. Die je gewoon niet kon weten. Wie u zou overvallen bijvoorbeeld, kon u nu weten. En wanneer ook niet. En hoe. Er was maar iemand die dat kon regelen. Die Sonville goed kende, die alles van in het begin heeft geregeld. Uw zoon Dirk in de gevangenis. Dat is niet waar. En hij kende iemand die dat wel wou doen. Voor 3 miljoen. Ja, dat hij ons op voorhand verwittigde was een schoon stukje komedie van hem, dat moet ik toegeven. Hij wist goed dat we uw man toch niet zouden mogen bewaken, dus... Uw zoon wist precies wat er moest gebeuren en wat u moest doen. Juist? Ja of nee? U moest alleen maar die Sonville binnenlaten. Maar spijtig genoeg had Simon u gezien. Ze ligt. Ze ligt altijd. Dat 1 miljoen heb je direct betaald. Hè? Dat kon je rap genoeg gaan. Is niet waar?
Maar uw zoon wist natuurlijk dat ze daarmee niet content zou blijven en dat ze nog meer zou vragen. Misschien zou er op het laatste moment zelfs niets meer voor hem overblijven. En daarom moest Simon ook dood. Mijn zoon heeft hier niets mee te maken. Ik ben het. Oh ja? Hoe kon Somville u dan bereiken om alles af te spreken en plannen te maken? Ik zeg dat ik het heb gedaan. Als je niets zegt, hè, vriend, dan klop ik met plezier uw kop in elkaar. Verstaan? En niet smoren. Kijk eens naar mij. Als je niets zegt, hè, dan draait je moeder voor alles op. Dan gaat zij voor de rest van haar leven de bak in. Heb je dat liever? Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gezegd. En ik heb aan niemand iets gevraagd. Wat blief? Zeg dat nog eens. En ik weet van niets. Ik zat hier, dus. Godverdomme smeerlap! Eerst gaat je vader kapot maken. Daarna zijn vriendin. Moet je eigen moeder nu ook kapot misschien? Als ze bekend heeft, dan is dat haar zaak. Als je mijn zoon werd, hè, manneke, dan had hij nu niet meer geleefd. Weet je dat? En je kunt mij niks doen. Volgend jaar ben ik vrij. Een zoon die zijn eigen moeder in het graf helpt. Zou je maar gebeuren. En is daar nu echt niks aan te doen? Tot morgen.